riot in old New York. Hi, welkom. Nou jongens, vandaag geen kookvideo online, maar ik heb iets leuks. Betty's Kitchen heeft namelijk sinds kort een eigen kantoor. Ja, echt waar. En ik kreeg van zoveel mensen de vraag of dat ik ze mee wilde nemen naar een office tour. Dus dat gaan we vandaag doen. Dit is Shadi van de Lemon Kitchen. Hallo. Waarschijnlijk hebben jullie haar wel eens eerder voorbij zien komen in vlogs. Shadi is behalve foodfotograaf ook een hele goede vriendin van mij geworden. En ja, wij kregen dus afgelopen jaar de briljante ingeving om samen een kantoor te gaan delen. Ja, en dat is nu dus gewoon gelukt. We got it! En wij huren op dit moment bij Flexizone in Houten. Flexizone heeft meerdere panden door Nederland. En zij bieden dus kleinere bedrijfsruimtes aan, werkruimtes, studioruimtes voor startende ondernemers of voor kleine bedrijfjes. Het is ontzettend leuk. Dit pand waar wij nu in zitten is nog heel druk in de aanbouw. Maar ja, als het pand straks wat meer af is, neem ik jullie graag mee voor nog een rondleiding. En vandaag gaan we dus kijken naar onze bedrijfsruimte. Ja, Betty's Kitchen en The Lemon Kitchen. Samen in één mooie studio, werkplek, slash kantoor. Alles. Slash koffiestudio. Kookstudio. Ja, dus daar zijn we echt super blij mee. Nou jongens, daar zijn we dan. Ons Walhalla. Maar we nemen jullie even mee. Het eerste wat je meteen opvalt als je binnenkomt, is deze geweldige koelkast. Rolls. Ja, die hebben we natuurlijk ook wel nodig voor al onze ingrediëntjes, voor de foto's, maar ook om lekker zelf van te kunnen eten. Het tweede wat je dan vervolgens opvalt aan deze ruimte zijn natuurlijk 3 grote ramen. Nou, dit was echt wel een dingetje. We waren natuurlijk al zo lang op zoek naar een mooie lichte ruimte met veel daglicht. Maar dat bleek helaas wat moeilijker dan gedacht, hè? Ja. Het was of veel te klein om nou ja, voor ons beide al onze spullen in kwijt te kunnen en een kookeiland. Maar dat hebben we hier gelukkig wel voor elkaar. We hebben alles. Ja, maar het is echt fantastisch en betaalbaar. Want dat is vaak in Utrecht en omgeving nog wel een dingetje. Mm. Ja, het is gewoon heel duur in de grote stad. Het is ons gelukt. Nou, aan deze kant hebben we een keukeneiland laten plaatsen, zoals je ziet. En het is een mobiel eiland, dus we kunnen hem ook verplaatsen als we wat meer ruimte nodig hebben voor de foto's. Het is vrij basic. We hebben in ieder geval een kookplaat, inductie uiteraard, en een oven. Dat is wel heel fijn, want er wordt natuurlijk behoorlijk wat afgebakt, ook op YouTube en in het dagelijks leven voor onze eigen kanalen. Nou, dit wandrek is van origine gewoon een Omar-rek van IKEA. Maar wij wilden ook graag een beetje meedoen met de goudtrend, om het zo te zeggen. Dus lieve Shadi heeft op een snikhete zomerdag zichzelf helemaal ingewikkeld met plastic folie. En is dit wandrek goud gaan spuiten. Ja, en dat is maar goed ook, want het is nu echt een eyecatcher in de zaal. Ja, hij is echt, ik vind hem zo leuk. Ja, we hebben een airco, ook niet geheel onbelangrijk. Mooie klimopplantjes. Ja, we houden echt van groen, hè? Maar ook gewoon allebei. En dat zie je ook wel terug in deze ruimte. Wat we hier aan deze kant hebben gedaan, bij deze twee ramen, staan nu tafeltjes en lampen. Dit is met name waar we onze fotografie doen. Dus het is letterlijk vanaf het kookeiland zo, hop, naar de fotografiekant. We zijn nog wel op zoek naar een leuk zitje of bankje die we daar willen gaan neerzetten. Zodat gasten of visite die hier langskomen ook even gewoon rustig kunnen gaan zitten en genieten van deze ruimte. Net zoals wij het doen. Wat je ook zult zien is dat we hierboven hier ook heel veel hangplanten hebben hangen. Ja, zoals ik al zei, wij houden van groen. Deze is ook heel leuk. Is de pannen ook een plant? Nou, die moesten natuurlijk ook bij. Ja, en ja, inderdaad, een echte The Lemon Kitchen citroenboom uit Sicilië. Ja, en wat ook wel heel fijn is ons uitzicht, hè jongens. Wij kijken daaruit op de Vladdertuin van Houten. Dat is een groenstrook die is aangelegd voor de bijen. En daar staat dus ook een bijenkast. Dat past dus echt heel goed bij ons twee groenliefhebbers en foodies. Bijenpopulatie, go! Nou, dan hebben we hier onze werkplekken met lekker veel kastruimte, opbergruimte. 2 bureaus, eentje voor Shadi, eentje voor mij. En hier doen wij dus ons werk, foto's uitwerken, blogposts schrijven en gewoon gezellig met elkaar kletsen. Deze grote kast, ja, die hadden we echt nodig. Niet alleen om wat ingrediëntjes in op te slaan, maar ook
voor al onze fotografieprops, doekjes, kommetjes, schaaltjes, borden, onderleggers. Ja, versiersels voor de kerst, paasspecials, serveerschalen. Alles kunnen we hier gewoon in deze grote kastenwand kwijt. Ook heel gaaf is dat wij bovenop hebben een dopertjesplant. Echt super leuk is die. Maar we hebben dus ook gewoon wat mooie grote kookboeken neergezet. Die een beetje de ruimte ook voorzien van kleur. Met wat gezellige vetplantjes erbij. Makkelijk voor het onderhoud. Nou, en als ik dan lekker ga zitten op mijn nieuwe werkplek, om het zo te zeggen. Dan is dit mijn uitzicht. Ik zit niet elke dag met mijn benen op het bureau. Maar vandaag vond ik dat wel heel toepasselijk. Oh, kijk eens. De koffie is klaar. Ja, jullie allemaal, dank jullie wel voor het kijken. Wij vonden het heel tof om ons kantoor te laten zien. Ik zal het nog even in de geschreven blogpost, het linkje staat in ieder geval even hieronder. Zal ik nog wat websites vermelden waar wij wat spulletjes vandaan hebben gehaald. Dat is ook wel leuk als je zegt van, oh, ik vind die kast wel heel leuk. Zetten we het er eventjes bij, dan kun je zelf ook kijken. En we zijn heel benieuwd wat jullie natuurlijk van ons nieuwe kantoor vinden. Ja, wij vinden hem geweldig. Wij willen hier nooit meer weg. En als je zelf dus ook op zoek bent naar een kantoorruimte, of het nou in Utrecht, Vianen, Houten, Eindhoven. Heel veel plekken. Ja, de Flexizone, waar wij dus huren, die zitten op zoveel plekken in Nederland. En het is gewoon een goed groeiend bedrijf. Ze maken hele mooie werkplekken. Heel vriendelijk personeel. En ze hebben ons ook echt geholpen, meegedacht van hoe kunnen we dit doen, hoe kunnen we het voor ons voor jullie makkelijker maken, maar ook voor hun. Heel fijn. En ze zitten gewoon dicht bij uitvalswegen. Dus ook voor ons bezoek wat hier komt, is het echt een ideale plek om, om gewoon naartoe te gaan. Dus wanneer wil ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik ben er in ieder geval volgende week vrijdag weer met een receptvideo. Doei. Wij gaan in ieder geval keihard aan de slag. Doeg. Doeg. Proost. Oh, mijn zo'n snor.